Bundelen Leidse gemeenten hun krachten? Wat wordt er gesloopt in Zoeterwoude? En je kunt ook op een snelweg lopen. Welkom bij het Unity TV-nieuws van maandag 20 oktober. Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad in Oegstgeest voor om de gemeente Leiden, Leidendorp, Voorschoten en Zoeterwoude als strategische partners aan te merken. Er moeten straks verkennende gesprekken worden gevoerd, zo stelt het college. Wat gemeenten in de Leidse regio voor elkaar kunnen betekenen, komt komende maand in de Oegstgeester gemeenteraad aan bod. Het Centrum voor Jeugd en Gezin laat weten dat het de hele week niet mogelijk is om vragen aan de balie van de Leidse vestigingen te stellen. Tot en met vrijdag is er geen baliemedewerker bij CEG Noord en CEG Zuid aanwezig. De verpleegkundige inloopspreekuren en de inloopspreekuren maatschappelijk werk gaan gewoon door. Er is een begin gemaakt met het slopen van de historische oude kapel aan de Bennebroekweg in Zoeterwoude. De sloop is noodzakelijk om in de nabije toekomst voldoende ruimte te hebben voor de nieuwbouw van zorgaanbieder Wij de Zorg. Specialisten halen eerst de aanwezige asbest weg, daarna gaat de sloop van start. Volgens de gemeente duurt het werk 2 tot 3 weken. In de Zonnebloemlaan, President Kennedylaan en Vlokslaan in Oegstgeest moeten bewoners rekening houden met onderhoud aan de waterleiding. Dat gebeurt deze week. De leidingen moeten vernieuwd worden en daar zijn we druk mee bezig. De mensen worden vooraf gewaarschuwd als de waterlevering wordt onderbroken. En daardoor doen we door middel van een kaartje. Het moet 3 minuten doorgekookt worden. Dus echt, moeten we echt bubbeltjes zien dat het echt kookt. En daarna kunnen ze het drinken voor consumptie. En dat doen we uit veiligheidsmaatregelen. Onze mensen werken allemaal heel erg hygiënisch betrouwbaar. Maar we willen toch de monsters nemen voordat we het water vrijgeven. En die uitslagen duren ongeveer 4 dagen. Dus vandaar dat die mensen 4 dagen het water moeten koken. Ruim 2500 geïnteresseerden waren afgekomen op de open dag van de tunnelbak van de A4. Een unieke kans om eens een wandeling te maken over het nieuwe stukje snelweg. En bij de open dag werd ook de naam van het nieuwe aquaduct bekendgemaakt. Aquaducten of bruggen die krijgen een naam, iets wat in het gebied te maken heeft. En als we ruim 2000 jaar teruggaan in de tijd, dus echt de tijden van het Romeinse Rijk, zo rond het jaar 0 van Christus, toen lag hier de limes. En limes is Latijn voor grens of pad. En vanaf Katwijk, zeg maar Utrecht, zo naar de Zwarte Zee, liep hier de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Vandaar ook Matilo hier in de buurt, het militaire kamp. Maar eigenlijk als terugdenken aan die tijd, die belangrijke grenswaarde die er toen was en wat allerlei dingen heeft meegebracht, daarom heet dit het Limes Aquaduct. De verbreding van de A4 is bijna voltooid. Op de grens van Leiden, Leidendorp en Zoeterwoude-Rijndijk heeft dit een flinke kwaliteitsverbetering tot gevolg. Nou, wij zijn natuurlijk aan de A4, daar ligt Leidendorp. En dat is natuurlijk mooi dat je goed ontsloten bent als gemeente. Maar we zijn vooral blij, Leendert, dat de bak nu is gemaakt en dat de grote dijk uit het dorp is. Dat is wel heel belangrijk voor ons. Dat is natuurlijk een uitermate belangrijke kwaliteitsverbetering ook voor Zoeterwoude en voor de Zoeterwoude-Rijndijk. Het is een langjarig project geweest wat nu uiteindelijk tot een afsluiting begint te komen. En ja, het heeft wat gekost qua tijd, qua geld, maar het is alleen maar een verbetering qua leefomgeving. Verder is de verbreding van de A4 van groot belang voor de bereikbaarheid van de regio. De weg A4 die had bij Zoeterwoude stond op nummer 1 in de file top 10. Hier was altijd heel veel file, was ook een reden waarom sommige mensen dachten, nou weet je wat, ik pak die snelweg wel niet, ik rij even dwars door de steden van Leiden of Leidendorp heen. Dus dat dit nu straks allemaal gewoon lekker doorrijdt, verbreedt, dus niet meer in de file top 10 komt, is heel erg belangrijk voor Leiden. Mevrouw, wat vindt u ervan? Het is mooi. Heel mooi, ja. Heel mooi, het blijft toch een snelweg. Ja, maar het is toch mooi. Voor de mensen die daar wonen is het toch een verlossing.
Vindt u ervan, meneer? Nou, een prachtig stuk werk. Ja, heel mooi. Kunstwerk. Kwaliteitsverbetering echt een stuk beter hier nu dit ondergrond zit? Ja. Ik kom er niet vaak, maar ik heb daar kennissen wonen. En vroeger aan de voorkant was het niet uit te houden. Achter in je tuin hoorde je nooit wat. Maar het is wel een verbetering, absoluut. Ja. De eerste auto's rijden pas volgende week door de nieuwe tunnelbak. Deze wordt zondagnacht voor het verkeer geopend. Dan nog het weer. Vandaag hing er zware bewolking boven de regio. Er viel af en toe een buitje en de zon liet zich soms even zien. De middagtemperaturen kwamen op een graad of 17 uit. Nico Smits maakte deze foto vanaf de Miening in Zoeterwoude. Heb je ook een foto van het weer voor ons? Mail hem dan weerfoto@unitytv.nl. Vanavond blijft de bewolking hangen en de temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen weinig verandering. De dag begint met wat motregen. Er is veel bewolking. In de middag laat de zon zich misschien nog even zien en de temperatuur komt uit op een graad of 16. De rest van de week veel buien en gemiddelde middagtemperaturen van zo'n 14 graden. Tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Dinsdagmiddag om 5 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en onze website unity.nu. Nog een fijne dag!